Dus Celine, zoals gezegd, backstage in Diergem, drie plaatsen voorsprong. 1 minute before the start, laatste minuut voor de start, 13 minuten avant le départ. 39 dames die gaan strijden voor deze zege in deze Hexia Tillerets Super Prestige Edition. Trouwens seconden, 30 seconden, 30 seconds. Rochelle staat toe, slot zo goed lukt. Succes aan iedereen en focus. Thank you.
Zoe Baxter. Digging the leaps. They struggled to follow you in the mud. Zo heeft Bechstedt die trouwens ook net gestaan in de tussenstand. Bechstedt uitkomt dus voor Education First in het welbekende Rozen Turk. Daardoor dat tijdverschil nu.
bekers zijn daar. We zagen daar even een opkomst met de kanaal met de taxis. We hebben dan de passage over van Lotte Paal op plek 12, mooie 12e plek.
mijn beste van de rijden. Kort daar achter. En we zijn niet de beste, maar dat is een doopje met Sanne Kamp, naar Jan Onderstoel en de
ook zeggen, altijd een nieuwe fiets meenemen. Door de materiaalzone, een klein beetje achterstand voor Wetseman. De twee dames in de fiets, collega. Collegialiteit zijn vertoefde de les. Hier aan de aankomst zijn we. Thank you.
Go back, Max. Go back. Go back.
Terwijl Alvarado alweer een eindje verderop ziet, in het traject zijn blijft in staat aan voorsprong uitbouwen op 5.5 seconden. Ze bouwde het uit naar 15:23.38 seconden nu. Jawel, de materiaal zo, staan ze klaar. Mario Norbert, Riverol, Sixième Place, 2 minuten 5 seconden. Zankant, ze roelde, rond 10 seconden rond. Ja, ja, dus dat blijft ook datzelfde verschil.
gevallen zijn, want dan komt ze telkens maar terug wat dichterbij sluipen. En dat van Looij was voorbij in plaats van op de paal op 13. Goed paal. Het waren daar net 36 seconden met de kans. Dat kan niet veel minder worden.
setzen, was aus als wil. En ja, daar gaan ze wat meer kotjes mee sprokken. Was een iets wat moeizamere wissel voor de Deense mensen. Maar... Tiene que...
Om te vreden uiteraard met die